Beste toehoorders, Parijs. Afgelopen jaar kwam Parijs in het nieuws, en terecht. Mijn naam is Ridwan Moalim. Mijn familie komt van een klein eilandje voor de kust van Zuid-West-Afrika. Maar ik zelf woon mijn hele leven al hier in Nederland. Wat ik heel graag zou willen meemaken is dat ik terug zou kunnen gaan naar mijn roots. Terug kunnen gaan naar mijn lieve overgrootoma die geboren en getogen is in 1992 in mijn kleine eilandje. Maar helaas moet ze weggaan door een economische tegenwind. Als er nu harde wind is in de streken, slaan de golven over mijn land heen bijna, mijn eilandje. En dat is rood licht, dat is niet goed, want dat is niet goed voor zeevaart en dat is ook weer een hele slechte ding voor onze inkomstenbron. De kusten zijn niet zo mooi beschermd zoals wij hier in Nederland hebben. Want wij hier in Nederland hebben gewoon opslagbekkens, we hebben hier een Zeeuwse delta en wij hebben hier afsluitduiken. Nee, Nagalulu heeft dat niet. Zij hebben niet zoveel geld. Het is bij velen niet bekend. Het heeft geen, bijvoorbeeld ze zijn niet echt bezig met politiek en ze krijgen ook niet zoveel media-aandacht. Want wie geeft nou om zo'n land dat bijna verdronken wordt zelfs. Dit eiland is niet de enige. Kort geleden keek ik een documentaire van Tuvalu. Dat is een eiland dat midden in de Stille Oceaan ligt. En die krijgt ook niet echt veel publiciteit door media of ja, kreeg ook niet zoveel aandacht. Dat is wel heel teleurstellend. Want in Nederland, dit komt ook door Nederland, want Nederland zit ook in de westerse landen die echt veel doet aan het milieu. Want Nederland doet aan Nederlandse subsidie op zonne-energiegebruik teruggeschroefd. Dat Nederland op de nummer 3 staat van de meest slechte landen als het gaat om het tegengaan van de opwarming van de aarde. Dit is niet goed. Laten we vanuit Europa onze broeders en zusters helpen door ervoor te zorgen dat de aarde niet meer verder op zal warmen. Laten we terugkijken naar wat Kyoto had moeten bieden, maar helaas niet gedaan heeft. Laten we kijken naar wat er misging na de verdragen in Kopenhagen. En laten we er vooral voor zorgen dat Parijs voor eeuwig in het nieuws blijft. Parijs, stad van liefde, stad van milieu, stad van redding. Van mijn mooie eilandje.